Mubarak, Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullah, beste kijkers. We zijn vandaag weer terug vanuit de Jalsa Salana Nederland in Vierhouten. En we wilden graag een aantal kinderen Atfaal en met name Wakfine No Atfaal spreken. Om te vragen hoe zij de nieuwe Jalsa of de Jalsa weer meemaken. En ik heb bij mij Ahil Ahmed. Ahil Ahmed is een Wakfino. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ahil, kan je wat over jezelf vertellen? Hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Ahil Ahmed Siddiqui. Ik ben 9 jaar oud. Ik ben geboren in Pakistan. Ik ben geboren in Nederland. Ik ben Wakfino. Ik wil graag Mirabi worden als ik ouder ben. Jazakumullah. En we hebben natuurlijk, we zijn op de Jalsa. Je bent natuurlijk, er zijn al 3 jaar geen Jalsa geweest. Hoe vind jij het om op de Jalsa te zijn? Ik vind het heel leuk. Dan zie ik alle mensen van de Jamaat weer. Ja, en wat heb je nog meer gedaan? Wat heb je gedaan in deze dagen tot nu toe? Luisteren naar de toespraken van alle mensen die hier komen. En heb je ook nog meegeholpen met iets? Ja, ik ging water inschenken voor alle mensen die hier waren. Oké, mashallah. En wat vind je nou het allerleukste aan deze Jalsa? Aan deze Jalsa vind ik het leukste dat ik na 3 jaar weer alle mensen zie uit de Jamaat. Alhamdulillah. En waar kijk je het meeste naar uit voor de komende dagen, de rest van de tijd? Voor meer toespraken. Meer toespraken. En een beetje spelen ook nog? Ja. Jazakumullah. Nou, zoals je ziet, kinderen ook zijn overweldigd positief dat ze weer de Jalsa kunnen meemaken. Het is natuurlijk historisch dat we na zo'n lange tijd weer een Jalsa kunnen meemaken. En de kinderen genieten zoals ook alle ouderen. Jazakallah voor je tijd, Ahil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.